Op het voormalige Cehave-terrein aan de Veghelse haven gingen dinsdag de eerste vier van in totaal 14 stalen silo's tegen de vlakte. De silo's van 30 meter hoog werden aan één kant opengeknipt en vervolgens omgetrokken. Het lot van de nog hogere betonnen silo's die even verderop staan op hetzelfde terrein is vooralsnog onduidelijk.